In 1629 capituleerde 's-Hertogenbosch. Kloosterlingen waren niet meer welkom en moesten de stad verlaten. De minderbroeders trokken naar Megen, waar nog wel godsdienstvrijheid heerste. Daar stichtten zij het Minderbroedersklooster. In eerste instantie was dat een huisje met een schuur. Tussen 1648 en 1653 werd het huidige klooster gebouwd. Het klooster was gewijd aan de heilige Antonius van Padua. De kerk werd in 1689 ingewijd. Bij het klooster hoort de ommuurde liturgische tuin in kruisvorm. Eeuwenlang heeft in de tuin het nut voorop gestaan. Maar het aantal kloosterlingen werd steeds kleiner. De broeders hadden zelf geen tuinman meer. Een flink deel van de tuin kwam beschikbaar voor een nieuwe bestemming, de Hof van Lof. Een groep vrijwilligers onderhoudt de siertuin. De bomen, bloemen en planten mogen nu hun eigen verhaal vertellen.